In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Heiloo een taxi volledig uitgebrand. De chauffeur had net zijn klant veilig thuisgebracht bij de Torenlaan. Nadat de klant naar huis liep, ging het mis. Door nog onbekende oorzaak vatte de auto vlam. Het ging om een Toyota Prius. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al volledig in brand. Hoewel de brand snel geblust kon worden, is de auto verloren gegaan. Omdat het voertuig dicht bij een woning stond, heeft de brandweer nog even bij de woning gekeken op eventuele schade. Dit was niet het geval. Een berger heeft de auto weggehaald.